alle roofvissers opgelet. Wil jij gratis meedoen aan de tofste competitie van Nederland en kans maken op de prijzenpot van 20.000 euro? Klik dan op de link in de beschrijving voor meer info om mee te doen. Hallo daar, welkom bij een nieuwe video. Wij gaan streetvissen. Ik ben hier met Gerben Jorritsma van Daiwa. Hij gaat mij alles laten zien over deze visserij. We zijn hier in Alkmaar, daar ben ik ook nog nooit geweest. We zijn op de eerste stek, Gerben. Ja, vertel. Klopt. Ja, het is een hele lage brug die eigenlijk de weg ondergaat. Ja. Het is vrij ondiep water eigenlijk, maar het is veel schaduw en stroming, wat ook gewoon snoek en baars aantrekt. Oké, maar dat wordt voor mij wel een uitdaging om hier mijn brug tot te richten. Ik heb wel wat trucjes hoe je er ver onder komt. Okay. Hoe verder je eronder komt, hoe meer vangkans je hebt. Dus, ik ga het eerst even afkijken bij Gerben. Oké, let's go. Laat me zien. Oh, wat ga je doen? Ik ga even... Het is verboden terrein. Ja, daar mag je niet staan. Dat mag helemaal niet. Ik denk dat jij zometeen daarom moet gaan staan. Of hier, dat ligt even aan hoe ver ik kom. Ja, je gooit gewoon een boogje eigenlijk. Je slingert die hengel in een rondje en dan gooi je hem eronder. En maar we gaan lekker vissen nu. Ik moet ook gaan vissen, volgens mij. Oké. Okay. Ik heb een trucje gezien. Ik ga ook zwiepen met dropshot erin. Nou, ik heb net de zwiep gezien van onze Gerben. Ga ik nu ook proberen. Echt niet de allereerste keer dat ik het heb gedaan, maar dit is wel echt een uitdaging, want het brugje gaat wat heel langzaam door. Maar daar gaat hij. Gerben haalde net 10 meter, ik denk dat ik 20 meter onder die brug zit. Ik zag hem daar neerplonzen, dus dat komt helemaal goed. Je voelt inderdaad die harde bodem, dat is mooi met de dropshot. Hè? Je laat het loodje echt over de bodem heen stuiteren. En zo heb je een heel goed idee van wat op die bodem allemaal ligt. We zijn bij deze brug begonnen omdat het een zonnige dag is. En ik vooral merk met zonnige dagen dat de vis de schaduw opzoekt. Omdat deze brug zo laag is, is er natuurlijk extreem veel schaduw. Er is veel stroming. Het is als het goed is een plek waar die vis zich gaat ophouden vandaag. Achter ons hebben we nog een brug waar ook veel schaduw is. Dan gaan we straks kijken en dan zien we wel of de vis uitkomt. Ja, geloof het of niet. Het lukt me zo waar om die dropshot rig een klein beetje onder die brug te krijgen. Volgens mij wil je verkassen. We gaan er vandoor. Dit is wel een plek waar je eigenlijk meteen de aanbeting moet krijgen. En als dat niet zo is, dan snel wegwezen. Oké, hier zou ik dus een half uur staan. Oké. Nou, we zijn nu bij een nieuwe stek. Dit is wel compleet ander water dan waar we net stonden. Zo net was het ondiep en veel schaduw. En dit is wel echt een stuk dieper en een stuk minder schaduw. Het is het een of het ander. Ze liggen of op de ondiepte of op de diepte. Ja. Dus, gaan kijken of ze hier nu en nu met name snoekbaars? Snoekbaars, ja. Vis je over het algemeen nou met kleine kunstaars in de stad? Kan je dat zeggen? Ja. Nou ligt het er wel aan. Als we bijten en op een gegeven moment stoppen met bijten, dan knoop ik er wel steeds wat grotere haasjes aan. En dan merk je vaak wel dat er grotere vissen komen. Dus hoe taaier het wordt, hoe groter je gaat vissen? Ja, vaak wel. Oké. Okay. Zijn er ook niet veel mensen die juist kleiner gaan vissen? Jazeker. Zeker okay. Zijn dat er. Alleen... kleiner is niet altijd beter. Nee. Het is vaak als het echt niet wil bijten vanaf begin af aan, dan moet je steeds kleiner en trager gaan vissen. Maar als je op een plek zit waar je al goed gevangen hebt en je door wil blijven vangen, dan kun je echt al met verschillende haakjes aan de gang gaan. Dus ook groter, sneller, langzamer. En dan moet je gewoon kijken waar ze dan op gaan bijten. Ja. Okay. Size does matter, zullen we dan maar zeggen. Zonder bijbedoelingen. Oh, de brug gaat open. Nou, volgens mij hebben we een snoekbaarsje. Oh, is een centimeter of 50. Kun je erbij? Anders lopen we even naar de zijkant. We lopen gewoon naar het ondiep hoor. Ja. Of naar de lage kant. Oeh, dat is gewoon een hele mooie snoekbaarsje. Hoppatee. Hoppa. Lekker wel. Lekker maat. Kijk dan joh. Dat is hem, nummer 1. Dat is geen verkeerde. Ze liggen dus gewoon op de dieptes. Kijk. Niet zo groot. Nee. Ze pakken hem gewoon. Kijk dan. Zal die zijn, een centimeter of 54, 55. Ja, ja. Kijk, mooie vis zeg. Hey. Mooi visie. Ja, bijzonder jongens. Midden in de stad, midden in Alkmaar. Ik kan me dat nog herinneren van streetfishing. In 2010 is dat begonnen. De grote boodschap was eigenlijk van joh, die roofvis zit ook voor de deur. Dus in de stad. En daar stonden mensen heel vaak van te kijken. Mooi affiche voor de hengelsport. Lekker begin dit. Die eerste stek, daar waren ze even niet thuis, want dat had waarschijnlijk met het ontbreken van stroming te maken. En hier, wat zou het zijn? Hier weer. Eerste beste worpen weer. Dit is een wat kleinere, maar... Nou gaat hij hard. Hier, die lift ik gewoon. Komt ie. Oh ja,
Kijk nou, dan joh. Dit is wel echt een streetfishing formaatje natuurlijk, wat iedereen gewend is. Ja. Maar alsnog heel leuk. Ja, we kunnen nu niet echt zeggen of dropshot of een jagger nou, want ik heb nog geen worp kunnen maken. Je hebt nog niet aan vissen toegekomen. In ieder geval is het zo dat die dat jigger dat schijnt te werken. Jigger dat werkt, dat, daar zijn we nu echt achter. Zo'n shotje, zo'n shotje. Tungsten loodkopje? Ja, zeker. Ik vis eigenlijk altijd tungsten. Ja. Je hebt veel beter bodemcontact. Het is een kleiner volume wat je aan kopje gebruikt. En ja, het soort gelijk gewicht is. Ja, ja. Ja, het soort gelijk gewicht is zwaarder, waardoor dat het gewoon minder werkweerstand heeft. Je voelt beter bodemcontact. Hoe komt dat? Omdat het hard is? Ja, het is harder materiaal. Harder dan lood. Echt op een harde bodem voel je hem echt tokken. Ja. Dus je hebt heel makkelijk je bodemcontact. Dus je kunt lichter vissen ook daarmee. Ja. Ik vis nu met 2,7 gram. Ja, het stelt niet zoveel voor. En, waar vis ik mee op meerval? Ja, een setje van 5 centimeter. Welk setje is dit? Dit is de Daiwa Steez Steering Shed. Okay. Het is dit jaar in dit formaat uitgekomen. Nee, we gaan kijken wat er nog meer wil bijten. Ja, wie weet, op de dropshot joh. Hè? Nou, ik heb nu 2 snoekbaars op dit aasje gevangen. En op zich, de visserij is niet heel lastig, het jiggen. En er zijn wel een paar dingen wat belangrijk is met dit kleine aas. Je moet een vrij gevoelige en lichte hengel hebben. Dit is een hengel die is 3,5 tot 14 gram. Met een dunne lijn erop. Dus een 800ste lijn. En de clue is eigenlijk, ja, gooi zo ver mogelijk onder die brug en kam de hele brug af. Meestal begin ik aan één kant en dan ga ik steeds een worp een meter opschuiven totdat ik je hebt uitgekamd. En dat doe je een paar keer. Als je dan geen snoekbaars hebt gevangen, dan ga je verder. En als je wel blijft vangen, dan blijf je dat net zo lang doen totdat het slopt. Ik ben wel steeds meer te denken dat die dropshot dat hij me dat expres heeft gegeven. Hier. Weer aanbeet. Ik krijg aanbeet naar aanbeet. Ik moet wel even vragen of ik zo'n dichtje mag. Heel licht vissen, 2,7 gram. Dat is echt aan mij besteed. Sjoerd, het enige verschil waarom ik aanbeet krijg en jij niet, is omdat ik 10 meter verder onder de brug lig. Het is echt helemaal onderin, in die schaduwkant. Daar liggen ze veel meer opgehoogd. Zodra de schaduw begint, daar zijn al wat visjes. Maar de grote hoeveelheid ligt echt helemaal ver onder die brug. Dus ik gooi te ver, want ik zit minimaal 20 meter onder die brug. Ja, je moet nog verder. Die brug gaat vaak omhoog, joh. Zo! Nou, er is er wel een. We zeiden net, met streetvissen gebeurt er eigenlijk altijd al wat. En nu zie je dus, de brug gaat dicht. Sjoerd die staat stiekem nog te vissen hier aan de kant. En er rijdt gewoon een busje vol die slagboom dwars door de midden. PostNL, toppers. Ik denk dat hij op zijn telefoontje zat. Ik denk het ook. Ja, of hij had haast. Beide. Het een sluit het ander niet uit. Ja. Ja, dat maak je niet mee zo midden op het Hollandse Diep of Haringvliet. Nee. Midden in de open. Boot in nood. Nou, kijk, daar ligt hij hoor, de slagboom. Wat een knal, joh. Ik heb het idee dat die mensen de schuld geeft ervan. Dat vind ik het allermooiste. Gewoon die slagboom, die had er niet moeten staan natuurlijk. Nee, inderdaad. Klote slagboom. Ja. Nou, gaat paniek, fietsen, jongens. Paniek. Wat een hectiek. Ja, dat is gewoon genieten. Ik vind het bijzonder hoe jij hier de weg al kent, want het is niet bepaald jouw woonplaats natuurlijk. Nee, maar het principe van streetfishing is op zich niet moeilijk als je aan een paar dingen houdt. Als je de Google Maps pakt, dan zie je vaak dat zo'n stad heeft een ingang van waar het water binnenkomt en uitgaat. En dan heb je het water wat rondom de stad rondvaart loopt. De rondvaart. Die hoofdvaart, daar zit meestal de snoekbaars, want daar stroomt het meer. En zodra je gaat baarsvissen, dan ga je kleine hoekjes opzoeken, woonboten, dat soort dingen. Dit is een plekje waar normaal nog wel een paar baarsjes liggen. Oeps. Zo, bijna een vrouw aan de raak. Wat gebeurt? Nou, mevrouw. Nee, dat is mijn schuld hoor. Ja, er gebeurt altijd wat. Wat vind je ervan? Met Sjoerd in de stad. Het is even wennen, ja. Maar je leert het wel. Ja, vind je je progressie? Ja, joh. Ah, top, gelukkig maar. Streetfishing is natuurlijk ook echt omgeven door wedstrijden. En dat is ook wat wij gaan doen met Roofmeister, de Roofmeister Cup. Klik op de link in de beschrijving van de video en zie hoe het werkt. Wordt waanzinnig, sowieso ook wedstrijd. Vissen is een element, maar er komt nog meer bij kijken. En de hoofdprijs is een geheel verzorgde trip naar Bonaire. Hoe vet is dat? Kun jij gewoon winnen? Klik op de link in de beschrijving van deze video en daar zie je alle info staan.
Zullen we wat volgende stekken gaan afvissen? Kijken of we wat baars en snoek kunnen vangen? Ja. Zijn er brassen? Nou ja, als jij dat lukt dan... Ja, je mag hem vangen. Ik schep hem wel voor je. Je moet hem zelf onthaken. Nou, laat maar zitten dan. Slijmding. Oké, let's go. Volgende stek. Ja, leuk en aardig. Die Geben heeft me een hoop tricks laten zien. Het wordt ook wel tijd dat ik nu een visje vang. Ik had net een baarsje staan. Maar ja, die was camera niet waardig. We zijn nu op het topstek voor grote baars. Ik ben heel benieuwd. Hier. Ik heb de grootste moeite om hier onder die brug te komen. En Gerben staat daar. En die gooit hier gewoon voor mijn voeten onder die brug door. Hij heeft al eerder gezegd, dat is echt het verschil. Vaak in die stad. Ver onder die brug kunnen gooien. Nou Stuart, als je zo door doet, ik denk dat je nog wel wat pakt. Ja? Ja joh. Gaat de goede kant op? Ja, ik zie progressie. Dat vind ik fijn om te horen. Wat veel mensen fout doen is dat ze gewoon wel de juiste plekken kunnen vinden, maar niet goed een stek uitkomen of juist echt even alle hoekjes uitkomen. Zoals Sjoerd zie ik ook al, zijn kunstenaars die gaat helemaal onder die brugdelen door. En daar zie je gewoon, dan kun je een heel deel uitvissen. En als je maar de helft pakt, ja, dan heb je maar de helft kans om zo'n grote of een kleine vis te pakken natuurlijk. Maar het is vooral, je moet in een stad oog hebben voor alle hoekjes, gaatjes. Die vis die kan overal verstopt zitten. En roofvis, ja, de meeste mensen die weten op zich de basis wel. Die zoeken structuur op om ergens verstopt te liggen. En ja, toe te slaan wanneer ze kunnen. En wij willen natuurlijk dat kunstenaars daar voorbij halen. Het is een feit, mensen. Ik heb gewoon vis gevangen. Kijk eens even. Wat een schatje. Ja, hier ga je wedstrijden mee winnen, Gerben. Gaan we even laten zien. Klein beetje lensdrukken, mag dat? Kijk eens naar de schatje. Maar het is wel de eerste baars. En ik zie een hele trotse Gerben daar staan. We gaan voor de winst. Nou, nu echt het centrum in van Alkmaar. Super tof natuurlijk. Die buitenvaart hebben we gelaten voor wat het is. Nu de binnenvaart, waar het wat ondieper is. Waarschijnlijk meer baars en snoek. Snoekbaars zal schitterende afwezigheid, maar wie weet, wie weet. Kijk. Nu hebben we de vis gevonden. Ze worden iets groter. Ah, mooi, ja. Ja. Ah, dat is een prima baars voor de stad, toch? Voor de stad gewoon leuk. Ja. Maar Alkmaar heeft groter. Ja, hè, dat zijn je. Ja. Zeker. Daar gaan we naar op zoek. Ja. Het is allemaal hier, tegen deze stenen rand. Tegen die rand liggen een aantal. Okay. Dus kijken of er nog wat meer willen bijten. Nou, we zijn nu een team, dus ik ga er gewoon heel dicht op liggen. En kan het zo zijn dat die grotere vissen daar ook gewoon tussen liggen? Ja, zeker. Het is niet dat die... Het zegt echt niet dat als je alleen maar kleintjes vangt, dat er geen grote tussen Okay. zitten. Zo heel licht vissen is natuurlijk ook ontzettend voordeel dat het makkelijker naar binnen gaat. Ja, ja dus, ze inhaleren het natuurlijk. Ze halen hem veel sneller. En dat is ook vooral als je met een wedstrijd wil, wil je ook gewoon die kleintjes kunnen vangen. Ja. Kijk, dit is weer een. Kijk dan, joh. Wat een trein deze man. Niet te houden. Ik had het idee dat ze echt op één plekje liggen. Ja, ze liggen echt strak langs het kantje. Ja, gewoon grappige beestjes. En aantallen is soms ook gewoon leuk om te vangen. Ja. Volgens mij hebben we de paarse kaart bijna vol, wat dat betreft. Oké, we zijn nu echt finesse aan het vissen natuurlijk. En dan kies jij in de regel ook voor een hele lichte hengel. Want waar vissen wij met dezelfde hengels? Ja, praktisch wel. Het is dezelfde gewichtsklasse en ongeveer dezelfde actie. Deze is 3 tot 18 gram en deze is 3,5 tot 12. En dit is de tournament serie, ja. De Jigger Spin. En dit is de, ook een tournament, alleen het is dan met titanium ja, ogen en dit zijn carbon ogen. En verder het verschil is wat ik in een hengel zoek, is dat hij dus een vrij soepel top heeft, zodat je je baarsen kan vangen. En dat hij wat meer backbone heeft hier, zodat als je een grote snoekbaars of snoek ja, beet krijgt, dan heb je toch nog wat te zeggen. En aan kan slaan en ja, inderdaad wat te zeggen hebt. Ja. En kort neem ik aan, zeker in de stad, korte hengeltjes. Ja, 2,20 meter is naar mijn idee wel de ideale lengte. Ja. Je moet niet te kort, omdat je op een gegeven moment niet goed onder de bruggetjes kan gooien. Dus dit is gewoon een perfecte lengte. En als we dan heel die setup nemen, de molen, dit is 2500 denk je?
Ja, dit is een 2500 of 2000 serie zelfs. ProRex. Het maakt op zich niet heel veel uit of je nou een 2500 of 2000 serie neemt. Wat bij mijn idee het belangrijkste is, is de dikte van het lijn. Tussen de 800 en 1100 is gewoon ideaal voor streetfishing. Ja, en dan fluorocarbon, wat zal dit zijn? 3000ste. Nou ja, dan hebben we natuurlijk beide een finesse hengel. En dan neem jij nog een ander hengel mee en dat is de beetkaster. Ja. 9 van de 10 keer een spinnenbeet eraan. Om de reden, je vangt er echt goed snoek mee. En de baarsen die klappen er gewoon op. En die stokjes, dat is 14 tot 42 gram. Dat zijn allebei zo. En ja, daar wat tattoo's, dat is gewoon een reeltje wat eigenlijk top werkt. Wat, we gaan nu meer die binnenstad in. Is dit dan ook meer de hengel to go? Ja, als we wat meer op baars en snoek gaan vissen, dan pak ik dit er altijd bij. Volgende stek, denk ik? Ja, we gaan naar de volgende brug. Kijken of daar wat cool. Grote vis zit. Let's go. Sorry, had ik al bijna een duif te pakken. Oh jee. Nou, ik vis nog steeds met een jichtkopje. En dat doe ik met de reden omdat baarsvissen over het algemeen makkelijker gaat met een jichtkopje. Je kan actiever vissen, die baars kun je echt activeren. En dropshot is meer een wat passievere manier van vissen. Als het echt heel erg taai is met baars, dan wil ik nog wel een dropshot eraan doen. En dan kan dat soms echt de doorslaggevende factor zijn. Maar over het algemeen als ik baarsvis is het wel met een klein setje op een jichtkopje. Zo. Ik ben echt een fucking mongool. Kom door de wind. Het is allemaal in scène gezet door dit. Ik wilde werpen, mensen. En op een gegeven moment een vlaagwind. En hop. Even kijken of ik hem eruit kan halen. Dat wordt heel spannend. Sjoerd, volgende stack. Wel? Ja, ze bijten je niet. Dan moet je gewoon weg. Loopt hij zo lekker? Als ze er zitten, bijten ze wel. Volgende stek. Het ging hier hartstikke goed. Ik had het wel mooi gevonden als je erin viel. Ja, hè? Daar hoopten jullie op, hè? Ja, ja. Hey, lavendel. Dat rekt altijd zo lekker. Oh. Dat was nog wel leuker. Echt? Ja. Ja, zo, je ziet ook een kolk. Die was 30. Nee joh. Ja, ja. Ja, kijk jongens. Nou, dat is wel een klein. Is het een voortje? Dat is echt heel klein. Kijk eens mensen. Echt lief. Nou, dan kom ik er ook even mee. Even een double hook-up, midden in de stad. Ho. Hij landde goed. Nou, laat ik hem wel even zien. Zie je geen red light district of zo? Geen idee. Weet jij waar die dingen altijd zitten? Algemeen moet je het er ook bij hebben. Het ziet er wel naar. Het ziet echt een beetje uit Amsterdam. Oei, oei, oei. Gerben loopt even langs een openbaar toilet. Ja. Het is niet de meest lekker ruikende plek. We zijn nu een beetje aan het struinen, het laatste stukje. Dus die baars, de kleinere baars en snoekbaars, die hebben we sowieso gezien. Nu gokken op snoek en wie weet een grotere baars op de spinnenbeet. Dus vooral veel meters maken, denk ik nu. Veel plekjes niet te lang blijven hangen en doorpakken. In de binnenstad. Nou, we zijn nu op een heel smal kanaaltje. Het is vrij ondiep. Dus al die vis wordt eigenlijk een beetje samengeduwd. En een snoek of grote baars die gaat lekker onder een bootje liggen. En die hoeft eigenlijk maar te wachten totdat er wat voorbij komt. En dan hebben ze geen schijn van kans. En hopelijk knallen ze dus ook op ons kunstzaas. Dus dit is een beetje de reden waarom ik dit soort kanaaltjes wel leuk vind en interessant vind om op te vissen. Er zit gewoon vaak een grote baars en snoek. Nu moet er nog wat bijten weer. Zo'n gek kanaaltje. Ja, verwacht je eigenlijk niks van? Nee, verwacht je hier niks van? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik juist wel. Juist daar wel. Dit is water waar ik echt dol op ben. Ja? Ja. Ja. Nou, ja, in het hoekje. In het hoekje. Ik gooi hem. En eigenlijk meteen. Steek hem maar omhoog, recht omhoog, dat ding. Gewoon omhoog.
Huis. Oh, en los is hij. Laat maar, hij is eraf. Ik heb hem gezien. Hij was centimeter of 60. Maar goed, ze bijten in ieder geval wel. Ik was razendsnel met het net ook. Razendsnel, mensen. Na 10 minuten kreeg ik door hoe dit werkte. Had het een keer uitgelegd, maar... Ja, het bijzondere is dat ik daar echt... Ik gooi daar vlak ervoor. Ja, bij mij verder, niks. Iets verder. Je hebt gewoon gouden ballen gekregen. Gouden ballen. Beter kunst dan as. Maar dit was ook echt... Ik voelde van alles bij dat hoekje, jongen. Ja, ja, ja. Dit ziet er zo snoekerig uit. Het is gewoon een mooi hoekje. Ja. Nou, wie weet ligt er nog een. Toch even kijken of hier nog een snoekje ligt. Ik bedoel, als ze dan bijten hier, dan zal er vast nog wel een liggen. Merk je dat vaak, dat die snoeken bij elkaar liggen, soms? Ja, dit zijn gewoon hoekjes waar... Ja, even wat rustiger is, dan gaan die beesten dan liggen en soms liggen er wel een paar. Oké, okay, cool. Dus nou, we gaan even kijken of er nog wat ligt. Vind hem op. Stuart? Nou, daar hangt weer een snoekje aan. Ongeveer hetzelfde plekje waar die vorige net vandaan kwam. Deze hetzelfde hoekje hebben. Het is niet dezelfde. Oké, ik ben er. Moet ik helpen? Nou... Zo, zo mooi, hè? Gewoon in. Komt hij wel weer terug? Ja, hij gaat zeker weer terug. Ja. Moet ik helpen? Ik loop er nu wel in. Helemaal geen druk. Geen mensen die aan het kijken zijn. Mooi, hoor. Nou, het is gewoon een mooie visie. Zeker. Dit zijn nog wel wat leukere visies. Ja, oh. Kijk wat er mee eens staat, ja. Ook. Misschien krijg je nog applaus. Street fishing. Genoeg mensen. Ja, dat is gewoon een hele mooie vis dit. Ik ben jammer dat je erom moest vragen. Ja. Nou, hij maar mag, dik verdiend toch? Hij mag terug. Ja. Lekker maat. Lekker. Ik kijk op de achtergrond. Ik weet niet hoe dat gebouw heet, maar het ziet er best monumentaal uit. Daar is de kaasmarkt, heb ik me laten vertellen. En hier is de snoekmarkt. Twee snoekjes achter elkaar, ja. Dezelfde plek. Oh, dit was diezelfde plek nog? Ja, ik gooi hem langs de muur en bam. Zo. Hij hing. Nou ja, bedankt voor deze dag. Veel geleerd over streetfishing. Een hele mooie kennismaking met dit water van Alkmaar. Ja. Eigenlijk nooit veel over gehoord, maar wat een potentie. Echt wel een leuk water. Ja, man. Ja, ik kom er ook niet vaak, maar het is altijd wel echt leuk hier. Leuk, ja. Man. Nou, ik ga dit graag nog een keer doen. Dan pakken we een andere stad, toch? We kunnen heel Nederland langzaam door, ja. Zo, toch? Nou, hebben jullie suggesties waar we heen moeten gaan? Welke stad? Laat het weten in de comments. Bonaire of zo, weet je wel. Daar kunnen we ook gewoon heen gaan. Frankrijk, Italië, achter Blackbest. Ja, maakt allemaal niet uit. Nee, bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. En ik zie jullie bij de volgende video. Later. Doei.